En maar praten, en maar praten, en maar praten, en maar praten. Het gaat er om, het gaat er allermogend heer. Want de lui die kunnen praten toch niet laten. Ook al zegt ze meestal niks meer zin als meer. Ja, dat samen zou ik maar zeggen, wat ik zeggen wil ik zeggen. Ik wil zeggen, dat is echt geen flauwekul. Wat bedoel ik, dat bedoel ik, en dat is het en dat doet het. Wat ik zeggen wil, het is me toch een spul. Volgende week is staking van het openbare vervoer, met name de bus. Wat vindt u daarvan? Ja, ik kan me voorstellen dat die mensen gewoon wat meer geld willen verdienen met die inflatie van vandaag de dag. Ik denk daar gewoon echt helemaal niet over na, omdat ik nooit gebruik van, door mijn handicap, kan ik daar dus geen gebruik van maken. Nou, dat vind ik helemaal niet kunnen. Ja, als jij een buschauffeur bent, dan wil je graag dat iedereen een begrip voor je heeft. En dat denk ik dat we dat allemaal moeten hebben voor elkaar. Niks. Ik vind het waardeloos. Nou, ik vind het wel een recht om te mogen staken en het niet eens te zijn met de loononderhandelingen die geplaatst worden. Maar ik snap het wel. Waarom snapt u het? Nou ja, ze krijgen te weinig salaris waarschijnlijk. Ja, een bekend fenomeen. Ja. En er doen wel meer groepen die vragen om meer salaris. Nou ja, omdat het allemaal tegenwoordig allemaal erg duur wordt en lastig wordt. En dat de betalingen wel soms een beetje achterblijven. Dus ja. Dat snap ik wel. Maar is 5 dagen niet lang? Dat is inderdaad wel lang. Maar ja, misschien moet er wel echt aandacht gevraagd worden voor dit probleem. Oh, dat vind ik ook wel lang. Dat is toch veel te lang? Dat is veel. Want dan denk ik dat een heleboel mensen zwaar gehandicapt thuis moeten blijven zitten, hoor. Ja, het is wel lang. En vooral voor de mensen die er gebruik van maken, is het wel heel erg veel natuurlijk. Soms zijn harde maatregelen nodig, denk ik. Ja. Het is jammer dat het moet. Veel te lang. Maar 1 dag is al te lang. Maak jij gebruik van het openbaar vervoer? Nee. Nee. En wij wonen in Herpen en er is nauwelijks openbaar vervoer. Dus, nee. Nee, ik ga eigenlijk nooit met de bus. Nee. U ook? Nee, ook niet. Zelden. Ja. Ik rij zelf nog auto, dus dat is helemaal geen probleem. Voor mij is het geen enkel probleem. Maar goed, buiten dat zijn er genoeg mensen die natuurlijk gebruik maken van de bus. Dus de bus is noodzakelijk. Een maatschappelijke verplichting. Ja, zeker. En daar moet je wel degelijk rekening mee houden. Je laat natuurlijk heel veel mensen in de kou staan. Ja, maar iemand moet het wel doen. En daar moet ook natuurlijk wel iets tegenover staan. En als je niet gehoord wordt, iedereen wil gehoord worden. En ik denk dat dat het belangrijkste is, dat we naar elkaar luisteren. En ook met dit dus, en een begrip hebben van elkaar. Ik denk dat ze het rond de tafel het op moeten lossen. Een goede communicatie en kijken wat de mogelijkheden zijn. Maar daarbij moet je het belang van de werknemer natuurlijk wel in oogschouw nemen.